Hij zegt, je hebt mijn zoon heb je verslagen. Dat is dus Rourke, inderdaad, uit Orborg City. Oh, wat grappig. Nou, let's go dan. Let's go. Yo, allertofste Nintendo fans van de hele wereld. Welkom bij een nieuwe Pokémon Shining Pearl aflevering. We zijn hier aangekomen in het waterstartje. We moeten even kijken wat we hier moeten doen met onze grote vriend Golduck, die pas is geëvolueerd. Laten we even kijken wie er allemaal zijn hier in dit dorpje. En wat ze te vertellen hebben. We krijgen TM48. Dat is lekker. Pokémarkt, huisje, nog een huisje. Hier hebben we de Move Deleter. Die kan moves weghalen. Ja, ga ik niet doen. En ik hoop dat YouTube ook geen likes weg gaat halen. Doe even een duimpje omhoog. Laten we deze video naar 1000 likes proberen te krijgen. En abonneer sowieso. En zet het belletje aan. We zijn al bijna bij de 70.000 abonnees, jongens. Bijna. Gaan we volgend jaar de 100.000 abonnees halen? Laat in de reacties weten wanneer jij denkt dat we de 100.000 abonnees gaan halen. Misschien gaan we dat wel nooit halen. Het hotel van de haven is dit blijkbaar. Maar deur is dicht. Kan niet naar binnen. Hallo, Psyduck. Wat moeten we hier nou allemaal... Oh, oké. Dit moeten we dus hier gaan doen. Chukarik is van de partij. En yo! Oh, dus is een gymleader hier zo. En Chukarik gaat kijken of ik wel klaar ben voor de gymleader. Want hij heeft net al die badge gepakt. En ik nog niet. Dus als ik hem kan verslaan, betekent dat dat ik natuurlijk ook de badge kan pakken. Hij heeft inmiddels 5 Pokémon. Lekker, Chukarik. Je hebt er nog eentje nodig voor een full team. En je begint met Staravia. Ja, en ik heb nou Jaws weer vooraan staan. Ik heb altijd in het begin de verkeerde Pokémon staan. Als ik tegen Chukarik moet vechten. Weet je wat? Ik ga gewoon gelijk wisselen naar Simba. Oh, wat? Ik weet niet wat daar gebeurde. Daar gebeurde wat. Een of andere ability of zo. I don't know. En hij heeft mij ondertussen niet aangevallen. Dus dat is lekker. Ik ga Sparky doen op zijn Ovi. Level 32 in zijn Staravia trouwens. Oh, hij is lekker aan het trainen. Hij is al flink vooruit gaan qua levels ook. En Donald gaat ook naar level 37. Dus die gaat ook lekker flink vooruit. En Blade gaat ook bijna een leveltje omhoog. En nu moeten we tegen Roselia. Ja, ik ga denk ik nooit van Chukarik verliezen, man. Ik heb volgens mij altijd wel counters voor zijn Pokémon. Het is een beetje sneu, maar... In bijna elk gevecht sloop ik zijn Pokémon met één klap. Kijk of dat nu ook wil lukken. Kijk, Flame Wheel er bovenop. En dan is er gewoon... Pieuw, en dan... Yay, weer Pokémon down. Het is tot nu toe redelijk simpel. Elk gevecht tegen deze Chukarik. Behalve het eerste gevecht. Toen had hij me bijna te pakken. Absol gaat naar level 37. Met een attack van 122. Dan nu Pripluppi. Oké, Jaws, let's go. Ik denk dat Primplup al best wel zwaar is. Dus ik doe Grass Knot, want die doet meer pijn hoe zwaarder je tegenstander is. Dus let's go, we gaan die proberen. Hij doet Brine, die doet meer damage als hij de helft van zijn HP kwijt is. Oké, nou, val nog mee. Het is super effective, maar het doet niet... You know, het viel een beetje tegen. Laten we kijken dan wat Vinewhip doet nadat hij zijn charm heeft gedaan. Ik zit het heel stoer te vertellen dat ik al zijn Pokémon met één klap sloop. Maar dat geldt volgens mij niet voor zijn Primplumpie. En op dit moment doet zijn Brine dus dubbel zoveel damage. En kijk, hij gaat al lekker beginnen. Zie je? Zie je? Dat gaat goed, jongen. It's not very effective, maar wel een critical hit. En hij maakt mij bijna kapot gewoon. Hier, Grasknot. Oh, bijna kapot. Had ik nu nog maar Quick Attack, dan had ik hem kunnen slopen. Ik denk dat ik nu misschien kapot ga door Brine. Nee! 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 Vind ik niet oké. Hij sloopt gewoon mijn Carnivine. Absol, gaan pakken. Vind ik niet leuk, Primplup. Ja, dit is wel een Pokémon die gewoon veel HP heeft en goede defense. Dat merk je dan toch wel weer. Moet hem niet onderschatten. Hij gooit nu Heracross, dus ik gooi Abu erin. Gewoon een Heracross heeft hij gewoon. Ja, Heracross vind ik wel echt super cool. Wie vinden jullie eigenlijk vetter? Heracross of Pinsir? Ik kan nooit echt kiezen tussen die twee. Heracross ziet er wat vriendelijker uit of zo. Ik ga wel even een revive geven aan Jaws, want ik wil gewoon dat Jaws ook XP krijgt. Oké. Hij begint chill. Hij doet leer. Helemaal top. Maakt niet uit. Dan gaan wij nu aanvallen, jongen. Flamey! Wat ziek idee. En Heracross is weg. Top. En nu gaat Jaws dus ook een leveltje omhoog naar level 33. Nu moet ik tegen Ponyta. Let's go, Gerrit de Slak. Let's go. Ponyta is sneller en die begint mij te stompen. Ik doe modderig water. Ja, dit moet een pijn doen. Ja, toch weer in één klap. Alleen Carnivine heeft Primplup niet in één klap gesloopt. Maar ja, dat is meer de verdienste van Primplup dan dat Carnivine slecht is eigenlijk. Maar dat was het al. Dat waren de 5 Pokémon van Chukarik. En dan zijn we nu dus ready voor de gym hier. Want dat is wat hij kan doen. Chukarik zegt, ja, je bent gewoon beter dan ik, zoals normaal. Maar luister. Ik ga je vertellen wie de Pokémon League gaat uitdagen en kampioen gaat worden. Ja, dat ben ik. Anyway, nu moet je snel naar de gym. Let's go. Ik ga eerst even healen. En dan gaan we nu eens kijken. Kijken bij de gym. Maar wat is dit? Dit is de bibliotheek. Volgens mij moesten we van Cynthia ook nog even naar de bibliotheek hier. Oh, we moeten stil zijn.
We moeten fluisteren. We mogen haar ook niet storen. Ze is aan het lezen. Wat doe ik hier? Hallo? Hij zegt de boeken op de derde etage zijn makkelijk om te lezen. Nou, dan moeten wij waarschijnlijk ook daar naartoe. Hij zegt iemand heeft altijd de boeken die ik wil al meegenomen. Jongens, wat doe ik hier? Ja, we kunnen hier al die boeken lezen. Nou, het is wel leuk dat er wat lore in zit. Maar laat me gewoon die gym uitdagen, jongens. Let's go. Ik wil die badge. Ik wil naar de Pokémon League. Hallo allemaal. Ik wil nu naar de gym. Ik klop op de deur, dus laat me er maar in. Wat is dit voor gym? Welk type is dit een... Ik zie een fighting mannetje. Is dit een elektrische gym? Steel type gym. Ja, dan heb ik maar één antwoord. Dan moeten we hier wel Abu gaan gebruiken. Eventueel zou Gerrit ook nog wel kunnen met zijn ground type moves. Maar ik denk dat Abu de beste keuze is. En dit is de eerste man. Hier zo. En die gooit Steelix. Ik heb een wiel van vlammen. Die ik graag even wil testen. Oké. Ik moet geen grap maken, Steelix. Steelix, ja. Oké, die gaat... Nee, die gaat bulldozen. Nee, oké. Steelix gaat mijn Abu, denk ik, kapot maken. Ik denk dat we hier misschien toch een probleempje gaan krijgen met deze gym, jongens. Ik ben toch enigszins een klein beetje bang misschien. Want deze Steelix heeft gewoon al super effective moves op mijn Abu. En als die nu weer bulldozen gaat doen, dan gaat dit nog meer pijn doen. Oké, ik overleef het. Misschien kan ik hier beter gaan voor power-up punch als ik tegen deze Pokémon moet battelen. Ik bedoel, dat is ook super effective. En dat maakt mij ook nog sterker. Althans, dat maakt mijn attack natuurlijk hoger. Dus Abu gaat naar level 40. Simba gaat naar level 40. En Gerrit gaat naar level 36. Dit was een lekker gevechtje. Simba wil Scary Face leren. Dat gaan we mooi niet doen. Daar heb je niet zoveel aan. Oké. Ik moet deze gym serieus nemen. Ik merk het al. Oké, we kunnen dus hier op die plusjes staan. En dan worden we naar boven geteleporteerd aan niet. En dan moeten we tegen een andere mannetje. Heb jij ook Steel-type Pokémon? Ik vind jou meer zo'n Rock-type Pokémon trainen. Of een Electric Pokémon trainer. Onix. Kijk, dat bedoel ik. Zie je Rock-types? Deze is helemaal nog niet Steel. Deze wordt Steel. Oké, let's go. Power-up punch. Onix kunnen we wel in één keer nakken, toch? Ook niet? Waarom niet? Wat is hier aan de hand? Wij zijn 12 levels hoger dan deze Onix. En we kunnen Onix niet in één keer kapot maken met een move die super effective is. Wat gebeurt er in deze gym? Zitten er hackers hier in deze gym? Ik vertrouw die mensen hier niet meer. Oké, tweede klappie en Onix is wel weg. Lekker mijn attack aan het boosten, heerlijk. Hij heeft lekker zandstormpje gegooid. En als de Onix dan ook nog sturdy heeft, dan wordt dat wel een beetje vervelend, denk ik. Kijk, nu gaan we hem wel in één keer slopen, omdat we gewoon lekker die attack omhoog hebben gegooid. Gelukkig heeft hij geen sturdy, dus dat is top. Ja, ik denk echt dat ik voor power-up punch moet gaan tijdens deze gym battles. Nog een Onix. Weet je, jouw naam had moeten zijn Onix Lover 27 of zo. Dat zou een leuke challenge zijn. De naam veranderen in Onix Lover 27 en dan vervolgens alleen maar met Onix een game uitspelen. Dat is de Onix Lover 27 challenge. Oké, let's go. We kunnen door. Oh, alleen hier kunnen we niet door. Hier is voor de rest niks. We hebben het verkeerde plusje genomen. We moeten dit plusje, denk ik, nemen. Of niet. We moeten, denk ik, dan dit plusje nemen. Of ook niet. Ik denk uiteindelijk dat dit ook niet de goede plus is. Oh, ofwel. Nou, dan kunnen we eromheen. Ja, ben jij ook Onix Lover 26? Wil je ook battelen? Ik ben benieuwd. Ja, dit is Onix Lover 26. Zie je wel? Aangezien jij maar één Pokémon hebt, ga ik nu voor Close Combat om te proberen om jou in één keer uit te schakelen. En dat lukt. Heerlijk. Oké, dan kunnen we nu hier naar boven. Ja, hebben we eindelijk de goede te pakken, denk ik. Dan hier naar beneden. Dan moeten we langs deze trainer. Een Ace trainer. Ja, deze heeft denk ik geen Onix. Scorupi. Wat doet Scorupi nou weer hier? Ik ben echt compleet in de war. Er zijn Pokémon van allerlei types hier in deze gym. Mijn fighting moves die doen niet zoveel damage, dus ik ga maar voor Flame Wheel dan. Die is natuurlijk wel super effectief. En dan hebben we Scorupi toch ook in één keer kapot. Wat doe je hier? Ik snap het niet. Let's go, close combat. Oeh, oké, die overleeft hij. Nu gaan mijn defense en mijn special defense naar beneden. Maar hij doet curse, oké. Ja. Ik weet niet of dat zo'n slim idee is van je. Ik ga hem vernederen, jongens. Ik ga hem met Ember verslaan. Oh nee, zo moet je eigenlijk niet zijn. Zo moet je niet zijn, dat is niet best. Sorry Steelix, sorry dat ik dit deed. Dit is niet aardig. Donald gaat naar leveltje 38. Dan ben ik benieuwd of we nu naar de gymleader mogen. We hebben al 4 trainers hier verslagen. Even kijken hoor, we gaan hier naar boven dan denk ik, ja? En hier de brug over. En dan hier naartoe. En dan deze hier omhoog. Oh, nu moeten we kiezen waar we naartoe gaan. Naar boven of naar rechts? Ik ga naar boven. Oh, oké, we zijn nog lang niet klaar joh.
Oké. Hier is helemaal niks. Nou, dan ga ik even hier naartoe. Dit is een aardig hoge toren. Dat had ik aan de buitenkant niet gezien. Hey, Onyx Lover 32 is in de building. Power-up punch. En nog één. Hartstikke idee. Onyx 1 weg. Bleek naar level 38. En op naar de volgende Onyx. Het is weer lekker inspiratieloos, man, hier in deze gym. Toch een beetje jammer dit. Weer bijna allemaal dezelfde Pokémon. Allemaal Onyxies. Ik ben wel echt benieuwd naar de gym leader. Want als het fout gaat met Abu, dan zou dat best nog wel eens helemaal fout kunnen gaan. Heb ik het idee. We moeten nu hier naar rechts. Dan moeten we even langs deze trainer. En dan zal deze wel weer Steelix hebben. Ook Onyx. Jongens, kom op. Onyx is weg, maar hij heeft blijkbaar toch ook nog een Steelixie. Close combat! En die is ook weg. Lekker bezig, Aboetje. Nou, het gaat tot nu toe toch wel goed met Abu in deze gym. Hij is ook gelijk level 41 geworden al. Dat gaat in één keer heel hard. Even kijken waar we naartoe moeten. Hier naartoe, dan terug, dan knopje indrukken, denk ik. Ja, deze. Yes. Jeetje, het is wel echt druk hier in deze gym. Zeg, jonge, jonge. Volgens mij is dit al de 7e of de 8e trainer waar ik tegen moet battelen. Een Zoomerill? En nu snap ik er helemaal niks meer van wat hier allemaal is. Ik denk dat ik dan toch maar even ga wisselen naar Simba. Maar wat doet het Zoomerill nou weer hier in deze gym? Is dit de random gym of zo? Oh, Bulldoze? Meen je? Hoe ken jij Bulldoze? Let's go, Spark erbovenop. Ah, ziek idee. Kijk, dit is top. Dag. Lekker Carnivine level 34. Die had ik natuurlijk ook kunnen gebruiken. Oké, klaar. Brianna is ook weg. Mag ik dan nu eindelijk tegen de gymleader gaan battelen, jongens? We gaan eerst nog naar beneden. Ja, en dan gaan we nu op de rode stip naar boven. En dan gaan we waarschijnlijk naar de gymleader. En die staat hier. En dan heb ik toch het idee dat hij misschien een steentype Pokémon heeft, of niet? Staat hij met zijn scheppie? Dit is Byron. Nee, natuurlijk heeft hij geen steentype Pokémon, want dat hebben we in Orberg City al gehad. Toch Steel-type, denk ik dan. Oh, hij zegt, je hebt mijn zoon, heb je verslagen. Dat is dus Rourke, inderdaad, uit Orborg City. Oh, wat grappig. Nou, let's go dan. Let's go. Ik vind het wel een hele random gym, als ik heel eerlijk ben, Byron. Je hebt 3 Pokémon bij je. Dat zou ongetwijfeld ook een Steelix zijn. Hier, Bronzor. Ik heb ook een tijdje getwijfeld om Bronzor in mijn team te doen. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Deze Bronzor is level 36. Ik ga voor een vuuraanval. Want hij is ook een psychic type. Dus laten we lekker voor vuur gaan. Dan doet hij Trick Room. Hij twist the dimensions. Nou, dat klinkt heel, heel heftig. Oh, hij gaat nu voor Full Restore. Gaat hij even zo'n Bronzor weer even voeding geven. Zodat Bronzor weer er tegenaan kan. Nou, let's go. Helemaal goed, jongen. Uiteindelijk gaat je Bronzor het van mijn Abu verliezen. Dat kan ik je wel vertellen, Rourke. Hij is opeens weer sneller nu. Dat komt zeker door Trick Room. Ik gebruik Trick Room nooit. Ik weet niet eens wat het doet. Hij heeft mij geconfused. Dit is wel echt heel erg balen. Kijk, ik begin nu mezelf te slaan. Ja, maar dit is niet de bedoeling. Ja, joh. En Sandstorm P. Jongen. Ja, jij bent zo'n irritante gymleader. Dit is zo'n vervelende jongen die dan jouw status conditions gaat bezorgen. En de battlefield gaat veranderen zodat je jezelf slaat en je wordt geraakt door Sandstorm. Ondertussen heeft freaking Bronzor mij nog geen één keer geraakt. Maar ik ben toch al de helft van mijn HP kwijt omdat ik mezelf aan het slaan ben. En last heb van de Sandstorm. Dan gaat hij nu Flash Cannon doen. Ja, en dan is straks gewoon de helft van mijn HP weg, hè? Oké, ik ben in ieder geval niet meer confused. Dus dat is lekker. Dat betekent dat Bronzor in ieder geval weg is na 6 beurten. Mocht even duren, zeg. Maar ja, dit is eigenlijk nog zijn zwakste Pokémon, denk ik. Dus wie heeft hij nog meer? Freaking Sandstorm. Steelix, oké. Nou hoop ik niet dat Steelix opeens allemaal gekke moves kent. Maar ik ga even power-up punch doen. Ik ga even mezelf mijn attack even boosten. Oh jeetje, maar hij is wel sterk, joh. Ik ga denk ik straks wel gewoon healing gooien, hoor. Voor mijn Abu. Ik bedoel, hij gooit ook een full restore op zijn Bronzor. Oh, hij kent Earthquake. Joh, maar dat is wel een probleem. Oké, ik ga voor close combat. We gaan voor close combat. Ik hoop dat ik hem gewoon sloop. Want hij moet geen Earthquake gaan doen. Kijk, dit is helemaal top. Oeh, gelukkig miste deze Earthquake. Anders was Abu gewoon denk ik wel down, hoor. Oké, mijn defense en mijn special defense zijn naar beneden. Maar ik heb wel Steelix in ieder geval verslagen. Dat hebben we snel afgehandeld. Gerrit en Simba, beide een leveltje omhoog. Wat is dan zijn laatste Pokémon? Want misschien moeten we wel gaan wisselen naar Gerrit nu. Zijn laatste Pokémon is Bastiodon. Ik ga toch even wisselen. Ik ga even Gerrit erin gooien. Oh, want ik dacht, ik ga even Ground-type moves doen. Maar ik vraag me nu eigenlijk af of Gerrit al ground type moves kent. Want volgens mij kent hij dat helemaal niet, zie je. Maar hij is volgens mij ook zwak tegen water type moves, omdat het een steen type Pokémon ook is. So let's go, Muddy Water.
Oké, daar heb ik er 3 van nodig om hem te verslaan. Wat gaat Bastiodo doen? Die kent Stonehenge. Nou, dat doet niet zo heel veel pijn. Lekker Gerritje. Lekker bezig, jongen. Modderig water erbovenop. Nog meer modderig water. Oeh, en hij is bijna kapot. Maar hij heeft wel een berry. Ja, hij heeft een lekker berrytje meegenomen. Ja, maar hij kan niks doen, jongen. We hebben Rourke verslagen. We hebben hem in de pocket. Hij zegt wel dat hij niet op gaat geven, maar hij zal wel moeten, want deze Muddywater maakt een einde aan zijn Pokémon. Jammer dat hij er maar 3 heeft. Ik had het vetter gevonden als hij er 4 of 5 had. Ja, ken je de volgende bestjes gewoon in de pocket? Dus dat is gewoon super nice. Byron! Ik heb je zo verslagen en nu ook jou. Hij zegt, je hebt me verslagen. Ik zal je kracht erkennen en hier heb je de mijn badge. De 6e badge, jongens. Nog 2 te gaan. Ah, en nu kunnen we dus overal strength gaan gebruiken. Heel nice. Eindelijk. Ik dacht dat het al veel eerder kon, maar dit is pas het moment dus dat je strength ook gewoon buiten de battles kan gebruiken. Thanks voor de badge, man. Ik ga er weer vandoor. Hey, en daar staat Chukarik weer te wachten. Hij zegt, je hebt de mijn badge te pakken. Misschien ben je ook wel sterk genoeg om Pokémon kampioen te worden. Ja, ik ben sterker, dus dat gaat niet gebeuren. Anyway, kom even met me mee naar de bibliotheekie. Oh, dus we moeten toch naar de bibliotheekie. Ik wist niet dat Chukarik het geduld had om een boek te lezen. Ik denk dat hij naar de 3e etage gaat, naar de simpele boeken. Ja hoor. Hij zegt, kom mee, deze kant op. Naar deze tuin. Oh, kijk, Dan en Rowan zijn hier ook, joh. En hij gaat er ook gelijk vandoor. Oh nee, hij gaat er niet vandoor. Hij moet ook blijven. Hij zegt, iedereen, luister. Misschien ben je het vergeten, maar ik studeer de evolutie van Pokémon. En hoe meer ik studeer, hoe meer mysteries zich ontrafelen. Sommige Pokémon evolueren en anderen niet. Wat maakt het dat ze verschillend zijn? Evolueren onvolwassen Pokémon naar volwassen Pokémon? Maar waarom zouden dan de legendarische Pokémon niet evolueren? Kunnen we concluderen dat de legendarische Pokémon van Sinnoh al compleet zijn? En dit is waar wij komen kijken. Er zou een mysterieuze Pokémon moeten zijn in alle 3 de meren van Sinnoh. En wij moeten maar eens gaan kijken om het evolueren te onderzoeken. We moeten allemaal naar 1 bepaald meer gaan. Dan moet naar Lake Verity gaan. Chukarik moet naar Lake Oswitty. En ik moet naar... Even kijken. Lake Valor. Ja, waar we al geweest zijn eigenlijk. En waar dus Team Galactic zat te klo-kloen. En het lijkt erop alsof er een aardbeving plaatsvindt. Wat gebeurt er? Waarom is er een aardbeving? Anyway, we hebben de 6e badge gepakt. En in de volgende aflevering gaan we kijken waarom hier een aardbeving is. Wat er bij Lake Valor gebeurt. Dus er gaat heel veel gebeuren. Doe dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!